was je rij de volle vakantie? Mijn naam is dus Elena Ganina en uitvoering fysiek binnen gemeente Almelo is dus verantwoordelijk voor de hele leefomgeving van de gemeente van Almelo. Dus dan kun je denken aan groen, aan de bestrating, aan de verkeersborden. Het omvat eigenlijk heel veel dingen. Nou, voor ons is het op dit moment heel erg belangrijk en dat is ook de reden dat we hier nu staan op Inwonersdag. Het is voor ons heel erg belangrijk om jullie mening te horen, dus de mening van de nieuwe inwoners, om te kijken van hoe ervaren zij de leefomgeving en wat kunnen wij gaan verbeteren. Meneer Langius, kunt u iets vertellen wanneer u precies in Almelo komt wonen? Het is de bedoeling dat wij half januari in Almelo komen wonen. Dan is ons huis beschikbaar. Nou, met een beetje gedoe en een beetje verhuizen. Nou, begin volgend jaar. Ik kom zo uit Rezen en mijn vriendin komt uit Wierden. En zodoende zijn we in Almelo terechtgekomen. Ja, ik heb namelijk zin in Almelo. Fijne stad. Ja. En heb je ook al iets met cultuur geproefd of de kroegen gezien? En wat vind je vooral erg leuk in Almelo? Ik vind het Amaliaplein een gezellige plek in Almelo. En verder hoop ik vandaag door de historische wandelingen meer te zien. Ik ben er wel eens geweest, maar niet speciaal voor de bibliotheek, maar meer voor informatie over Almelo. Maar ik wil toch nog eens een keertje even wat weten vooral ook over het lezen van e-books. Want ik heb zelf net hier bij een groepje studentes. Die werken nu bij het ZGT. En hebben hun plek gevonden in Almelo de Riet en in de Oskoppelenhoek. En dat bevalt ze ook hartstikke goed. En, ik hoorde dat ze het hartstikke leuk vinden ook om zo'n uitnodiging voor een dag als vandaag te krijgen. Om wat meer betrokken te raken bij wat er allemaal in Almelo gebeurt. Dus helemaal top. Ik hoop dat u met heel veel plezier hier bent. Maak ook kennis met elkaar als nieuwe inwoners van deze mooie gemeente. En als u straks het gebouw gaat bekijken waarin we werken, dan zult u zien dat het niet alleen een heel mooi en plezierig gebouw is om in te werken, maar eigenlijk ook wel een beetje een paradepaadje voor onze stad. Helemaal bovenin kunt u over uw nieuwe gemeente, over uw nieuwe woonplaats, kunt u uitkijken. En als u een stadswandeling maakt, dan zult u zien dat Almelo een stad is van oud en nieuw.